22 april 1915, de eerste Duitse gifgasaanval aan het westelijk front ten noorden van Ypres. De Duitsers blazen chloorgas uit hoge drukflessen in de richting van de Britse en de Franse linies. Beschermd met vochtige mondkapjes slaan de Duitse infanteristen een 3 kilometer diepe bres in het front. Het prikkelend gas, dat vooral de slijmvliezen aantast, heeft deze Britten tijdelijk blind gemaakt en hun longen verbrand. De Britten gebruiken later zelf strijdgas. Later wordt gifgas ook afgevuurd met artilleriegranaten, vooral het gevaarlijke Ypperiet vanaf 1917. Op de akkers van de Westhoek worden nu nog altijd niet ontplofte gifgasgranaten bovengeploegd. Uit de blessures kan worden opgemaakt om welk gas het gaat. Soldaten en paarden aan het front krijgen daarna gasmaskers. Gasalarm hoort voortaan ook tot de routineoefeningen in de loopgraven. Toch hebben de strijdgassen in de Eerste Wereldoorlog veel slachtoffers gemaakt. Gasmaskers zijn ook erg lastig om dragen. Soldaten die, zoals in de volksmond wordt gezegd, door het gas zijn gepakt, blijven voor hun leven verminkt. Na de oorlog komt er internationaal verbod tegen het gebruik van strijdgassen, maar dat lukt maar gedeeltelijk.